Er zijn heel veel CMS-toepassingen op de markt momenteel. Elke dag komen er nieuwe tools bij, want het is een hele vluchtige wereld. Social media, content sharing, ze evolueren heel snel. En het is belangrijk voor een bedrijf om het juiste CMS te kiezen voor hun website. Op dit moment valt het eigenlijk nog wat tegen. Het is vrij moeilijk om alles fatsoenlijk geconfigureerd te krijgen. Het bevalt me eigenlijk zeer goed. Ik ben snel van start kunnen gaan. Ja, door de hoge instapdrempel is het voor mij, heb ik heel weinig eigenlijk kunnen doen. Ik heb in het begin heel wat tijd verloren met configuratie en opzet, waardoor ik een beetje een achterstand heb opgelopen op de rest, vrees ik. Ik ben er op zich heel tevreden van. Het is heel makkelijk om het systeem op te zetten. Doordat er zoveel flexibiliteit is, heb je ook veel meer keuzes die ik moet maken of kan maken. En daar is wel wat ervaring en wat kennis voor vereist. We merken dat heel veel bedrijven zich niet willen bezighouden met die vraag van welk CMS is nu het beste voor ons bedrijf. En vandaar ook dat wij eigenlijk die selectie voor hen al willen maken. Die 6 CMS'en, voldoen die enkel op papier of leveren die ook op wat ze beweren? Het is eigenlijk redelijk modulair opgebouwd. Dus er kunnen heel gemakkelijk functionaliteiten aan toegevoegd worden of aan weggenomen worden. Het zit nogal complex aan elkaar. Er is ook weinig documentatie beschikbaar. Er zit te weinig functionaliteit in, standaard. Dus het is voor de developer wel een hele uitdaging om er een mooi CMS-systeem van te maken. Het is heel eenvoudig om te gebruiken, wat positief is. Maar ik heb ook een beetje schrik dat eenvoud ook betekent te weinig functionaliteit. Zeker naar designers toe. Ik denk dat dit wel heel veel potentieel heeft. Die hebben alle vrijheid die ze hebben, ook al hebben ze geen CMS-ervaring. Qua content management is het vrij gebruiksvriendelijk. Je kunt makkelijk nieuwe content types aanmaken. Voor editors en auteurs kunnen vrij makkelijk nieuwe content aanmaken, gebaseerd op die types. We hebben een aantal evaluatiecriteria geselecteerd, gebaseerd op functionele, kwalitatieve aspecten. Langs de andere kant hebben we ook gekeken welke eisen hebben content editors en publishers. Bij het creëren en het beheren van een corporate website komen er eigenlijk heel veel verschillende gebruikersprofielen in contact met dat platform. Zo is er bijvoorbeeld de designer die het grafische element op zich neemt, maar bijvoorbeeld ook de content editor die verantwoordelijk is voor de informatie die op de website zal komen. En je hebt dan natuurlijk ook de administrator die verantwoordelijk is voor de rollen en rechten van de verschillende gebruikers. En we willen eigenlijk een platform kiezen dat ervoor zorgt dat al deze noden en wensen in dat platform geïncorporeerd zijn. Dus dat ze eigenlijk allemaal hun gading vinden. Maar langs de andere kant is het ook heel belangrijk dat je een platform kiest dat stabiel is en performant is. En dat er ook voor zorgt dat als er in de toekomst wijzigingen moeten gebeuren, dat dat op een heel open en straightforward manier kan. Door die hoge instapdrempel, omdat het voor mij helemaal nieuw was, heb ik heel weinig eigenlijk kunnen realiseren. Ik twijfel zeer sterk of ik het in 6 uur gedaan ga krijgen. Ik ga ook niet alles afkrijgen, vrees ik. Het is een kanshebber. Ik denk dat het veel kans heeft om hier als een van de beste uit te komen. Top 3 plaats zit er wel in, denk ik. Het product dat we vandaag kiezen als winnaar zal gebruikt worden voor onze nieuwe Coin-website. Coin staat eigenlijk voor Content and Information Solutions. Dus we zijn een afdeling van ACA en wij focussen ons op document management systemen, porteltechnologieën, klantenportalen, intranetten. Dus eigenlijk al de oplossingen die te maken hebben met documenten, content en het distribueren van informatie. De laatste 5 seconden zijn ingegaan. 3, 2, 1, stop. Als de 6 uur verstreken zijn, gaan we met z'n allen rond de tafel zitten. Gaat ieder kunnen toelichten waar ze tegenaan gelopen zijn, wat er makkelijk ging, wat er moeilijk ging, wat de voor- en de nadelen zijn. En dan kiezen we eigenlijk gezamenlijk een CMS dat er gaat uitkomen als winnaar. Door op deze manier een marktstudie te doen naar al de beschikbare tools, weten we ook met zekerheid dat dit de beste oplossing is.